De etappes van de Tour de France werden bekendgemaakt vorige week. Evenals de Tour de Femme, Tour de France voor de dames. Waarbij het Grand Départ natuurlijk in Nederland is. Hè? Rotterdam, Den Haag, Dordrecht. Iets om ontzettend naar uit te kijken volgend jaar. En ondertussen zegt Lotte Kopecky dan wel van ja, ik weet nog niet of ik mee ga doen aan die Tour voor de vrouwen. Want dat Grand Départ, dat valt samen met het Olympisch Omnium in Parijs. Ja, echt, valt exact samen. Nee, er zit even kijken, ik had het precies opgezocht. Overigens komen we een dag, er zit een dag tussen. Ja, dat is wel, ja. Dat is wel, ja, dat is wel lastig. Ja. Een dag tussen de start. Ja. 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 Maar dan is eerst het Omnium. Ja, ja. Maar de baanwielrenner in jou moet dit misschien weer wel aanspreken, of? Ik denk eigenlijk wel dat ze het gewoon gaat doen. Jij vindt dat het wel moet kunnen? Ik denk dat zij dat kan, de dubbel. Ja. Dat om je voor dat. Ja. Ze kan zich niet zo goed voorbereiden voor de wegkoers. Maar nee, ze zal zich moeten voorbereiden op de baan. Ja. Maar met haar kwaliteit. Ja, dan. Het is maar net wat ze wil, want ze werd nu tweede dit jaar in de Tour. Misschien zal ze dat niet meer. Dat bergop rijden, ja, dat bereidt ze dan minder voor. Maar ik denk ook wel. Maar het is misschien inderdaad met wat voor rol wil je naar de Tour gaan? Dat zal het zijn. Dat is misschien de grote vraag.